Het was vandaag weer een drukte van belang bij het hoofdkantoor van het SZF aan de Prinsenstraat. De verzekerden met een BASO-kaart hadden zich massaal aangemeld omdat hun kaart vandaag vervalt en deze verlengd moest worden. Er had zich een lange rij van wachtenden gevormd bij het SZF-kantoor. We spraken enkele van hen. Mensen zijn thuis. Hoeveel directeuren, onderdirecteuren, minister, die mij kiezen hem niet. En wij pinaren hier. Het kan niet. Het mag niet. U bent een beetje boos? Ik ben boos, altijd ben ik boos. Ik kom helemaal van Domburg. Dan moet ik zitten hier. Mijn hele dag, ik verloor mijn hele dag. Geen eten, geen niks, geen toilet, geen water. Niks hebben ze hier. Nou, man, boy, voor mij een klantje. Oh, Rade. Ik dacht, ik moest gaan naar. Dat is zeer blazen. Alla voor kabaret, dat ik nog naar de muur. Nog klaar, Tamala. Wel, niet lang. Ik ben niet lang hier gekomen. Want mensen klagen over de drukte. Wel, ik heb wel niet lang gewacht. Ik stond wel in de rij daar. En ik ben naar binnen gegaan. Ik ben al geholpen geworden. Oh, hoe komt het dan? Dat je zo snel geholpen bent en dat andere. Zo, ik weet het niet. Dus ik heb die rij gewoon gevallen. Oh, okay. Ja, was er vroeg? Niet vroeg. Ik sta 9 uur zo. Ben ik gekomen. Ja. Nou, dus uw kaart is nu verlengd? Niet voor mij, voor mijn kinderen en mijn vader. Oh, okay. U was hier voor uw kinderen en uw vader? Ja, wel. Okay. Want ik moet morgen bij de dokter met mijn meisje daarom. Ja, maar ze hebben een bericht gestuurd voor de artsen dat ze de mensen moeten helpen als hij die kaarten vervallen. Heeft u dat gehoord? Ik heb het wel gehoord, ik heb het wel gelezen. Maar u neemt geen kans? Nee. Nee hoor. Kijk voor me hier, deze. Ah. 30-11, die is tot 11e maand. Is het geldig? Kijk hier. Mami kan dwaas aan doen. Nee, die is geldig nog. Tot 11 november, 30ste dag van november. Oh, Anono. No, Anono. Dit is verval. Dit is voor de kinderen. Dit is vandaag. Ja, dus, maar daar heeft u al een strookje van? Ja, kijk, deze twee is van. Het hoofd van de verzekerde registratie van het SZF, Marta Kappel, zegt dat de drukte is ontstaan omdat de mensen tot het laatste moment hebben gewacht om hun kaart te verlengen. Volgens haar is deze drukte echter niet vreemd. Weet je, toen wij de groep hebben overgenomen via het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij hebben het SZF als werkarm van de staat gevraagd. Kunnen jullie de groep overnemen? Deze groep had allemaal al een vervaldatum van 31 mei 2017. Wij hebben toen afgesproken dat we de groep zo overnemen als ze zijn. En dat heeft betekend dat we 130.000 mensen met één vervaldatum hebben overgenomen. En u begrijpt, het is ondoenlijk. We hebben, daarom zijn we reeds gestart al langer dan een maand terug om de kaarten te verlengen. Maar jammer genoeg wachten de meeste mensen tot de laatste dag. En toen wij door hadden, want we weten hoeveel mensen we verzekerd hebben, we hebben zo vaak opgeroepen, kom je kaart verlengen. Toen wij door hadden van, ja, het lukt niet dat men komt, want we zien precies hoeveel mensen al zijn geweest. Dan ga je naar andere maatregelen zoeken. Je gaat opties zoeken om de mensen toch op te vangen. Een van de opties is dat wij hebben gezegd, weet je wat, praten met de dienstverleners. We hebben de dienstverleners een brief gestuurd met het verzoek dat ze de mensen wiens kaart op 31 mei, vandaag dus, is vervallen, dat ze de mensen met diezelfde kaart nog helpen tot en met 30 juni 2017. Dat betekent met andere woorden dat mensen die nog niet lang zijn geweest, dus die rechthebbenden, dat ze tot 30 juni aanstaande de tijd hebben om die kaart alsnog te verlengen. Volgens Kappel is er een goede verstandhouding tussen het SZF en de dienstverleners. De stichting heeft er verder voor gezorgd dat de mensen van het binnenland niet naar de stad hoeven om hun kaarten te verlengen. Kappel benadrukt dat het SZF de BASO-verzekering aan kan. We hebben de infra en we hebben voldoende personeel om het te doen, zegt ze. Het is alleen jammer dat de mensen tot het laatste moment hebben gewacht om hun kaart te verlengen.